Dat is zo irritant. Dan heb je zeg maar een leuk jasje gekocht. En dan komt er bijvoorbeeld een vriendin of zo of een ander meisje naar je toe uit je klas. En dan zegt ze, hé, waar heb je vandaan? Wat leuk en zo. En dan zeg je waar je het vandaan hebt. En een week later precies hetzelfde. Het ook. Hey, Joya. Oh, hey. Waar is dat coole shirt van? Van Bia Diva. Leuk, hè? Ja. Ja. Nieuw. Leuk. Ik ga weer hoor. Doei. Hey, Joya. Twins. Oh, leuk. Leuk, hè? Ja. Ik vind het vooral denk ik het meest vervelend omdat jij er op dat moment zo blij mee bent. En denkt van ja, het staat mij super leuk en zo. En ik ben er super blij mee. En als vervolgens iedereen ermee loopt, dan is het niet meer echt een leuk item wat echt van jou is. Wat doe je er tegen? Dan moet ik tegen wat meisje zeggen. Ja, die mag jij gewoon niet meer aan, want die heb ik al aan. Dus jammer. Ik zou zeg maar de eerste keren er nog niet heel veel van zeggen. Maar misschien als het echt met alles wordt, dan zou ik zeggen. Hey, waarom heb je nou hetzelfde shirtje? En misschien zegt ze dan wel van, ja sorry, en misschien kan je dan toch wel tot een oplossing komen. Ja. Aan haar uitleggen van, het is leuk als je eigen stijl hebt. Want dan kunnen mensen ook gewoon jouw eigen stijl zien. Het is leuker dan als je steeds iemand nadoet. Ik zou wel gewoon heel aardig blijven, want kijk, je weet niet waar het zeg maar uit voortkomt. Dus je weet niet of het gewoon echt onzekerheid is of toch gewoon een beetje irritant willen doen. Je kan het ook opvatten als leuk. Want ja, als een compliment. Stel, als ik iets aan heb en zij klopt het ook. Betekent dat zij het ook heel leuk vindt. Heb jij wel eens gehad dat iemand jou naaapte? En wat deed je toen? Laat het weten in de reactie. En vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!